Ik ben Gregor Wensen en ik ben burgemeester van Beulen. Ik ben Betty van Viegen. Ik ben gevraagd omdat ik al 12 jaar burgemeester hier in deze gemeente ben geweest. Mijn naam is Lenneke Mietes. Ik ben bestuurslid van de stichting Briele 2022. En wij hebben als doel om van het jaar 2022, het jubileumjaar, een mooi feest te maken. Wat Briele speciaal maakt, is natuurlijk het bekende 1 april verhaal. 1 april 1572, toen de Spanjaarden die werden verdreven. En daardoor was Briele de eerste stad in noordelijke Nederland die van het Spaanse juk bevrijd is. En vandaar dat het heel erg leuk is om 450 jaar volgend jaar na dato allemaal nog eens terug te kijken naar wat in Briele is gebeurd en wat dat betekende voor het land. Dat hele jaar staat vol van de festiviteiten en de activiteiten en de evenementen die dus dat hele thema van vrijheid gaan belichten. We hopen ondernemers die het ook niet eenvoudig hebben nu, maar ook grote ondernemers in de industrie, te verleiden om hun bijdrage te leveren aan dit feest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik reken daar ook op. Dit programma wat wij met z'n allen nu samenstellen, waar we ieders hulp voor willen inzetten en kunnen gebruiken, dat ga je nergens anders vinden. Briele is fantastisch.